Yo FankoGamers, Lars hier. Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival hier op FankoGames. En jongens, zoals je kan zien heb ik in beeld een hele grote gele teller neergezet. Dat is namelijk omdat ik de komende week schaamteloze zelfpromotie in de Minecraft Survival video's ga stoppen. Dat getal namelijk 74.884 is het huidige aantal abonnees op mijn tweede YouTube kanaal FankoNova. En had ik op Twitter en Instagram gezegd dat het komende uur, terwijl ik deze Minecraft video aan het opnemen ben, iedereen die abonneert via de link in de beschrijving in mijn Minecraft video terechtkomt. Een beetje als een soort van, jullie doen wat voor mij, ik doe wat voor jullie. Word je vereeuwigd in mijn Minecraft Survival video. Mocht je dat leuk vinden, smash dan zeker eventjes die link in de beschrijving aan. En er waren er net een paar die dat ook gedaan hebben. Let op, hè. Kijk, dan krijg je dit zo te zien. Hopsakee, relaunch. Hopsakee, Jesse die heeft dat bijvoorbeeld net gedaan. En daarna was Chaos. Let op, die komt er zo meteen ook achteraan. Komt die, 3, 2, 1. Is goed, doet. Ja, hij doet het. Vet goed. Dus dat hebben we de komende week sowieso. Om gewoon lekker eventjes een beetje FankoNova over onder de aandacht te brengen. Zoals je misschien ook weet ben ik daar ook weer lekker druk bezig met video's uploaden. Afgelopen week waren het er 2. Komende week zijn het er 2. En natuurlijk gewoon elke keer 2 video's per week. Dinsdag en vrijdag. Dus mocht je het leuk vinden, laatste stukje schaamteloze zelfpromotie. Klik dan even op de link beneden in de beschrijving van deze video. Abonneer op mijn tweede kanaal. En wie weet kom je dan volgende week of deze week in mijn Minecraft Survival video terecht. Lijkt me leuk. Wat me ook leuk lijkt, is dat we eindelijk eens een keertje een beetje vordering gaan maken in dit land. Want er moet nog zo ontzettend veel gebeuren. Laten we eens even kijken of dat we het voor elkaar kunnen krijgen om in ieder geval vandaag wat graan in te zaaien. Want dat is eigenlijk wat ik de afgelopen week heel druk mee bezig was. Moeten we natuurlijk wel verder zetten, hè. Want we zijn wel mensen die doelen halen met z'n allen. Dus laten we eens even kijken of dat wij iets van graan kunnen vinden. Of zaad is ook goed. Hier, wheat seeds. Zijn er 3, dus niet heel veel. Maar ik had er volgens mij vast wel meer. Ik kan me niet voorstellen dat ik er maar 3 heb. Hier, 5. Dat wordt een groot graanveld op deze manier. Dit wordt echt helemaal 3 keer niks. Hoe gaan we dit dan weer aanpakken? Is dat echt al het zaad dat ik heb? Pumpkin seeds? Ja, dat is echt alles. Jeetje. Daar wordt een hele kleine boerderij op deze manier. Nou ja, goed. Wie het kleine niet eert, die is het grote niet weert. Dat zijn mijn opa altijd. Dus laten we gewoon lekker beginnen met deze 8. Die 8 worden vanzelf 16, 24 en zo verder. Ja toch, er komen er steeds 8 bij. Dat is helemaal niet waar. Het worden er 8, 16, dan vervolgens 32. Meester Lars kan wel tellen. Tenminste, het worden er 32 als ze allemaal een nieuw zaadding zouden geven. Dat doen ze natuurlijk niet. Dus misschien moeten we ook nog maar eens eventjes kijken of dat we iets van extra zaad kunnen vinden. Anders duurt het wel heel erg lang. En bovendien moeten we ook nog gaten graven hier. Want anders groeit het natuurlijk ook voor geen ene reet. Laten wij eens even kijken hoe we dit op een efficiënte, goede, fijne manier kunnen doen. Ik denk deze. Hopsakee. En dan doen we er gewoon elke keer 3 tussen. Ik weet niet of dat het efficiënt... 3. Kom op, Schurbotep, rustig aan. Laten we het gewoon zonder Schurbotep doen. Doen we er 3 tussen. En misschien is dat veel te weinig hoor. Of veel te veel. Dat zou ook allemaal best wel kunnen. Maar het ziet er in ieder geval leuk uit. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk in deze wereld, hè. Ik zag mensen in de comments roepen van... Ja, Farko, je was heel druk bezig met zeggen van... Ja, ik wil constant netjes in harmonie met de natuur leven. En vervolgens sloop je de halve natuur. Is ook wel weer een beetje waar. Ik had natuurlijk gewoon helemaal in het begin van deze serie... Had ik gezegd van, joh, weet je... Ik wil ervoor zorgen dat ik, als ik een farm maak, dat het dan een natuurlijke farm is. Eentje die over de bergen heen gaat en zo. Maar dat hele idee heb ik ondertussen al lang en breed overboord gegooid. Het is gewoon één grote productiefarm geworden. Tenminste, dat moet het uiteindelijk worden. Is dit een 3? Het is een 3, toch? Ja, 3 bij 3. Keurig, grapje. Dit is ook 3. Nee, dat is 4. Daar ga je, ja. Dan zijn dat er maar 4. Laten we aan deze kant in ieder geval doen. Ik wil wel hier steen op de bodem. Dat zou op zich wel heel mooi wezen. Kijk, deze is dus bijvoorbeeld verkeerd. Die is verkeerd. Deze is eigenlijk ook verkeerd. Maar dat moet natuurlijk wel hetzelfde soort steen zijn, hè? Anders kan ik niet slapen vannacht. Dus deze moet weg. Deze moet weg. En dat kan natuurlijk veel sneller met een schep vaker. Hopsakee. Hopsakee. Nee, niet die. Deze, ja. Deze. Dan die. Hopsaflots. En dan moeten we eigenlijk kobbel erin stoppen. Of gravel. Gravel is ook leuk en daar heb ik het meeste van. Dus dat ziet er misschien beter uit. Anders moet ik er helemaal teruglopen en allemaal kobbel gaan lopen halen. En ik ben al zo lui, dus dat doen we mooi eventjes niet, jong. Hopsakee. Deze gaat hierin, die gaat daarin, die gaat daarin. Bam en bam. Goedemorgen. Dan water. Heb ik een emmertje bij me? Nee, zeker. Waarom heb ik mijn emmer nou weer thuis laten liggen? Dat is natuurlijk echt... Ik ben ondertussen vet druk bezig met water hier. En wat gebeurt er? Vergeet ik mijn emmer. Dat is ook niet handig. Laten we het erop houden.
dat het maandagochtend is. En als het maandagochtend is, kijk, er zijn er een aantal. MonsterVisNL heeft net geklikt op de link in de beschrijving. Sjoerd Smits heeft het gedaan. Lekker bezig. Kijk, welkom Sjoerd Smits. Hopsakee. Vet goed. Ik hou van dit soort dingen, jongens. Laten we dit er de komende tijd gewoon even lekker inhouden. Dus mocht je het leuk vinden om te abonneren op mijn tweede kanaal, linkje in de beschrijving, gewoon even aanklikken. Abonneer je automatisch. En als je abonnementen openbaar staan, kom je nog in beeld ook. Wat een feest, wat een jolijt. Ik wil emmers. Eén bucket, is dat voldoende? Jawel. Dan kunnen we even tijdelijk een infinite water source maken. Gewoon even tijdelijk. Hopsakee. Bam. En als we dat ingezaaid hebben, dan moeten we ook eens eventjes na gaan denken over hoe we het dan gaan opslaan. Want ik heb al een hele tijd op mijn muur heb ik een groot bord hangen met het idee van, Lars, je moet ook ooit nog eens een keertje een schuur gaan bouwen. Misschien dat we die schuur wel hier kunnen bouwen. Aan deze kant. Dat we hier een soort van grote brug bouwen. En dat we dan een schuurtje neerzetten. Waar we dan bijvoorbeeld al het zaad neer kunnen gooien. En alle oogst neer kunnen zetten. Dat had ik namelijk ook in mijn vorige wereld. Ooit. Heel lang geleden. Hopsakee. Wie hadden we nu? Bij Au hebben we dat nu. Wat een leuke naam. Bij Au. Hopsakee. Kijk, beter. Zo. Hopsakee. Daar had ik zelfs een trekker had ik erin gezet. Of een tractor. Iedereen zegt heel vaak tractor. Ik zeg altijd trekker. Wat zeggen jullie jongens? Zo'n ding wat de boer gebruikt. Is dat een tractor? Of is dat een trekker? Ik zeg altijd trekker. Want ik vind trekker vind ik veel logischer. Dat ding trekt dingen. Dus is het een trekker. Hopsakee. Al klinkt trekker trouwens wel heel erg smerig. En ik moest zo hier een infinite water source maken, geloof ik. Voor de luie medemens onder ons. Hopsakee. Dat is ook maar even tijdelijk, hoor. Dat is gewoon even tijdelijk totdat ik mijn... Hopsakee. Haps, en dan deze. Totdat ik het natuurlijk hier wat mooier gemaakt heb, hè. Want het is wel vrij standaard op dit moment. Hopsakee. Die erin. Zo, kijk. Dit schiet toch al redelijk op, jongelui. Dit gaat als een speer. Op en neer te keer. Op te keren nog een keer. Dit gaat best goed. En ik denk dat we gewoon ook maar één kant tegelijk moeten doen. Dus één kant inzaaien. De andere kant wel gereed maken ondertussen. Zodat als het uiteindelijk een beetje snel gaat. Want het gaat natuurlijk wel op een gegeven moment heel vlot. Dat we dan ook die andere kant kunnen gebruiken. Ik ga niet hier rondlopen en al het gras weghakken. Dat vind ik een beetje onzin. Dat duurt me ten eerste veel te lang. Ten tweede is het veel te saai. Hopsakee. En ten derde sloop ik dan ook eens een keertje de hele natuur. En laat ik me dan toch nog een klein beetje houden aan het credo wat ik helemaal in het begin van deze Minecraft-serie had. Dat ik een soort van in harmonie met de natuur wil leven. Laten we daar dan op houden. In soort van. Dus niet echt helemaal definitief. Kom op, geef hier. Maar gewoon een beetje. Gewoon een klein beetje. Want anders dan wordt het ook... Dat is het niet te doen. Het moet wel logisch blijven natuurlijk. Het moet wel te doen blijven. Als het niet te doen is, ja. Waarom doe ik het dan, weet je wel? Wel handig trouwens. Nee. Wel handig trouwens dat alles hier gewoon lekker blijft drijven. Ideaal. Op een boerderij is dat zeker handig. Hopsakee. Anders moet je al die klote gaten weer inspringen. Daar heb ik geen zin in. Nog eentje hierna. Hopsakee. Even kijken. Wie hadden we nu? Lisa Kruger. Die hadden we. Lekker bezig, Lisa. Hey. Hepsa vlots. Op deze manier gaan we hard, jongens. 73.888. Ik vraag me af waar we aan het eind van deze week staan. Hopsa. Komt u maar. Pam, 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 pam. Doe eens een gok, jongens. Laten we eens eventjes een gokje doen. Vrijdagmiddag. Nee, dat is niet waar. Vrijdagavond. 9 uur. Dat wordt het meetmoment. Laat eens eventjes achter in de reacties. Waar jij dan denkt dat het aantal abonnees op Vaconova dan op staat. Vrijdagavond. 9 uur. Ik denk dat we vrijdagavond 9 uur de 74.000 abonnees gehaald hebben. Dat we er met z'n allen overheen zijn gegaan. Welk getal we dan op zitten, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat we dat gehaald gaan hebben. Sowieso. Dat is mijn hoop. Laat maar eens achter, jongens, in de comments. Benieuwd of jullie een beetje kunnen voorspellen. En dan niet stiekem je comment aanpassen natuurlijk, hè. Vrijdagavond 9 uur, de asfalt spelen. Daar doen we niet aan mee. Hopsakido, hopsaflee. Zo, keurig. Licht erbij, camera, actie en inzaaien die boel. Ik hoop echt, jongens, dat we dat redden. Ah, 74.000. We hebben ooit een keertje op de 75.000 gezeten. Ooit, heel lang geleden. Maar toen is Vaconova een tijdje inactief geweest. En ja, dan gaat het natuurlijk weer naar beneden. Al gaat het de laatste tijd echt bizar hard. Op z'n flats. Kijk, keurig ingezaaid. Het is een klein farmpje. Maar, nogmaals, zoals mijn opa altijd zei. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Juist. Hopsakee, dit ziet er dan netjes uit. En dan kunnen we dit gewoon helemaal vol laten groeien. En dan krijgen we vanzelf hier een glorieuze... Oh, we hebben er nog meer trouwens. We hebben er nog meer. Dan krijgen we vanzelf een glorieuze farm. Met glorieuze gouden halmen. Dat is een mooi woord. Gouden halm. Eigenlijk zijn het stiekem natuurlijk twee woorden. Maar het gaat om het idee. Gouden halm. Hopsakee. Nee, niet ernaast. Op. Zo.
En zo. Keurig. Oh, nog eentje. Hupsakee. Bam. Zo. Dat ziet er toen netjes uit? Tenminste, ik vind van wel. Hebben we nog meer fakkeltjes? Of kunnen we meer fakkeltjes maken? Nee. Dat is toch weer een beetje jammer. Misschien dat we dat dan de volgende keer kunnen doen. Dan kunnen we de volgende keer ervoor zorgen dat het in ieder geval hier een mooie poort boven komt. Dat die poort ook daadwerkelijk verlicht is. En misschien... heb ik ook nog wel een ander idee. Wat nou als we glowstone in plaats van de gravel doen? Dan ziet het er misschien ook nog een heel stuk mooier uit. Want dan hebben we ook meteen in het midden van de farm licht, zonder dat ik de fakkeltjes neer hoef te zetten. Dat is een partij efficiënt. Ik denk dat we dat gaan doen, jongens. Daar gaan we natuurlijk lekker morgen mee aan de slag. Want morgen is dus dinsdag. En dinsdag is de dag van het licht. Ik verklaar... Hé, hou op. Ik zei dinsdag is de dag van het licht. Niet dinsdag is de dag van een pijl in je reet. Morgen is de dag van het licht. Morgen gaan we ervoor zorgen dat er veel licht in de duisternis komt. Dat is wat ik graag zou willen. Wat ik ook graag zou willen is natuurlijk dat jij nog eventjes zou klikken op het linkje bovenaan in de beschrijving van deze aflevering. Als je dat doet, dan heb je net zoals B. Schootje dat je met je naam in beeld komt in de komende week in de afleveringen. En hopelijk zie ik jullie dan, nou, wat zou je denken? Morgenochtend? 6:30? Gewoon weer lekker terug voor een volgende aflevering van Minecraft Survival hier op Vaku Games. Ga dat zeker even doen. Abonneer op Vaku Nova. Check die video's. Check natuurlijk ook morgen gewoon lekker weer deze aflevering. En jongens, hopelijk dan tot morgen. 6:30 hier op Vaku Games voor de volgende aflevering van Minecraft Survival. Mazzel!